Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kirby Return to Dreamland. Ik ben natuurlijk weer met Jordi van de Support Guys en hier hebben we een of andere... Oh ja, die power-up, dat was wel leuk. Oh, deze wil ik! Die wil je? Je wil bij de straal? Ja. Oké, okay. Ik neem vuur. We moeten een eindbaas doen, toch? Ja, Wispy Woods. Oeh, spannend. Hé, hey, die boom ken ik! Ja, dit is Wispy Woods. Letterlijk een bos in iedere Kirby game. Dat is heel inderdaad. Waar is dit? Ja, dat is het, ja. Maar daar niet meer. Oké, nu wordt Wispy moeilijker. Oh. Ja, dan. Ja, wegwezen. Maar in de Game Boy Color en GBA versies was het inderdaad zo, je hoeft alleen maar B in te drukken en je was klaar. Maar ja, Wispy Woods is ook de gimmick boss van deze game. Of van de hele franchise. Oh. Dit is wel een van de meest moeilijke varianten. Dat klinkt heel best raar om te zeggen. Dat klinkt heel raar om te zeggen. Oké. Ja. Andere bosses worden wel moeilijker hoor, maar okay. Het is Wispy. Nice. Nou, nu heb je ook al je thumbnail ideeën, gewoon Kirby opzoeken met zijn verschillende power-ups. Ja, nou eigenlijk wel, ja. Nou, en iedere keer wanneer we een bos verslaan, komen we weer bij Megalore van hey Megalore, heb je weer je upgrade voor je schip? En zo repareren we langzaam maar zeker zijn schip. Oké. Met zo'n hele typische storybook iets. Nou, kom erop. Nou, hallo Megalore, hoe gaat het met jou? Het is je geluk, Kirby. Mijn schip heeft zijn roeispanen weer terug. Ontzettend bedankt. En nu opzouten. Ja, eigenlijk wel, hè. Want die energiebollen zijn niks. Want nu zie je ook wat die energiebollen doen. Oh, ja. Dat het een hele leuke minigame is die je met je vrienden kunt spelen. Ook kun je daar de kopieerkrachtruimte waar je allerlei kopieerkrachten kunt uitproberen. Dus dit zal een van de enige redenen zijn waarom wij de dingen gaan opzoeken. Er is ook een uitdaging waarin je talent op de proef kunt stellen. Met genoeg energiebollen is het openen van de deur een fluitje van een cent. Dus ik zou geen energiebol laten liggen als ik jou was. Doen we het toch wel, want je kan de pleuris krijgen. Oké, let's go. Om gewoon even te laten zien wat je allemaal hier hebt. Maar dan heb je dus bijvoorbeeld die speciale levels, dus een speciaal level voor een zwaard. Oh, yeah. Op basis van de power-ups die je allemaal hier hebt. Dus je kan ook al een beetje zien, oh, welke power-ups kan ik later allemaal krijgen. Oké. Duidelijk. Dus dat is op zich super duidelijk. Nou, dan kunnen we hier nog even naar beneden gaan. En dan heb je hier bijvoorbeeld minigames die je kan gaan doen. Oh, okay. Dus dat is even een heel korte introductie van wat je allemaal hier hebt. Het enige interessante wat ik hier wil laten zien is dit. Als wij eenmaal genoeg energiebollen hebben, kunnen we altijd nog terug gaan naar Megalore van hé, ik wil graag mijn zwaar power-up. Nou, dan zit er waarschijnlijk in een van deze ruimtes. Ah, oké. Interessant. Ja, normaal ben ik wel zo'n, hou ik wel van die completionist dingen, zeg maar, weet je. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met zo'n Rayman Legend, volgens mij is dat best wel een completionist game, zeg maar. Dat vind ik juist allemaal leuk om te doen. Ja. Wereld 2. Ja, dit is de oliebol opgraving. Wat? Hey, de volgende heet de Pudding Prairie, dus... Alliteratie voor de win. Oké, let's go. Level 1. Woo. Wat ik op zich ook mooi had gevonden, maar dat is niet gebeurd, is dat bijvoorbeeld die nieuwe Mario Kart Booster Pass uit was geweest. Ja, dat is niet, ja, maar dat verwacht ik niet, want die komt nog in 2, dus het zal september en december worden. Waarschijnlijk.
met air ben je wel echt traag. Als dit stroom tegen. Ja. Maar het is ook al opgevallen, heel veel characters hebben ook hun eigen. Iedere power-up heeft ook zijn eigen gimmick. Oké, we gaan wel weer mooi door. Deze dudes kan je nooit opzuigen. Oké. Want dan worden ze getriggerd tot een meer hostile variant. Ah, oké. Oké, als we die gozer weer kunnen vinden, dan ademen we het op. Welke gozer? Die je net zag. Want die kan, daar kan je mogelijk vlam voor krijgen of burning. Ja, wacht even. Ja, dat is gewoon vuur. Maar nu zie je weer. Oké, ik trigger dit snel naar het kanon lopen. Heel even wachten. Oh! Wee! Nou, zijn we klaar. Ah. Simpel, maar effectief. Ja. Allee-hoop. Au. Nog weer prikken. Maar wat hebben we dit? Hoppakee. Nou, daar ben je toe, want je hebt de rots vervolgd. Indiana Jones is er niks bij. Nee, maar Indiana Jones gaat ook niet dit doen. Nee, dat is omgekeerd. Indiana Jones, wij lopen achter de rotsblok aan. De rotsblok is bang voor ons. Ja. Pak maar even, want jouw helft is slow. Oh, dat is voor helft. Weg, power op weg. Lekker bezig. Oh, ik ben stroompie. Ja. Vonken met die ability. Nou, je ziet nu ook als je twee keer wordt geïrd, ben je ook meteen ook je power op kwijt, dan kan je hem ook niet eens meer inademen. Dat is ook wel wat er net bij mij gebeurde. Nee, is niks. Let's go. Let's go. Nou, kom hier. En je hoort ook nu een versnelde remix, hè? En dan ben je level uit en dan ben je ook je ding kwijt. Dat is een beetje jammer. Ja, maar het is maar vaak een tijdelijk iets. Oh, nee dus. Ja, we hebben nu een parasol. Een dalen nog trager. Ja. Wil jij hem hebben? Ja. Nou, enjoy het zijn van Link. Oh, wacht even. Pak deze even. En wat is de andere? Oké, wil je zand of wil je zweep of wil je zwaard houden? Ik pak wel zweep. Ah. Ik ben een cowboy. Ja, en vaak weet je het. Je krijgt een nieuwe ability. En ja, het meteen bonkers. En je weet al waarschijnlijk al welke vaardigheid je gaat krijgen van bonkers.
iets met een hamer. Ja. Dus wil je de hamer? Oh, je moet hem opzuigen. Dan pak ik de hamer. Dat is gewoon een Donkey Kong hamer dus dat. Ja. En als je King Dedede had gekozen, heb je al... Oh, lol, was ook... Dan heb je altijd de hamer als je die keer hebt. Ah, ik bedoel King Dedede. Oké. En als je even puur kijkt naar wat zijn de beste abilities, dan zijn het vaak wel de wapendingen. Dus zwaard, cutter. Ja. Heel soms zijn dingen zoals bijvoorbeeld vuur ook wel praktisch om te hebben. Maar meerdere van de tijd is het echt wel hamer en zwaard waarmee je het meeste dingen doen. Ik vind, moet zeggen dat ik die ene met die ik elke keer heb, die met die energie zweep zeg maar. Die straal. Ja, die straal. Ja. Die vind ik wel nice. Mm. Ja, nou dan kan ik nu meteen zien. Oké, wat hebben we? We hebben sprikker, blad, kutter, vuur en zwaard. Oké. Dus als je die ooit nog terug wil hebben, ja, kunnen we naar Megalore. Oh ja. Dat is een bepaalde vaardigheid, dat is slaap. Aha. Kan je er niks mee sliepen, zeker? Nee, jij slaapt. Oh. Ik zal het laten zien. Trusten. Waarom zou je dat willen? Er zit geen praktisch nut achter. Oh. En het is na één ding is het ook alweer voorbij. Hey. Hey joh. Hoe werkt het? Dus als je maar lang genoeg aan hebt, kan je ook die van andere stelen. Ja, dat is niet waar. Wow, wow, die is vet. Ja, dat is water. En water is ook uniek in deze. Want in de oudere Kirby zet je alleen maar ijs, vuur, elektriciteit. Ja. En in deze heb je ook nu gewoon water. En water is gewoon, nou, verhouding best handig om te hebben. Maar het is meer een mobiliteitsdingetje. Oké. Want je kan wel zien, het meeste wat ik doe, is dat ik ga naar voren en ik doe dit. En alles wat ik raak, dat is rotsblok. Dus doe die maar en dan ga je zo naar beneden. Ik moet wel zeggen dat er veel power-ups zijn in deze game. Mm-hmm. Nou, een leuk ding van rotsblok, iedere keer als je het gebruikt... Dan is het wat anders. Heb je vaak een ander standbeeld, dat, ja. Dat heeft Kirby ook als soort van... Smash. Ja, ja. Smash. Daar is het ook gebaseerd, ja. In de oude games was het gebaseerd op de buddies van de Game Boy Color game. En dat is ook bepaalde vaardigheden. Nu hebben ze alleen maar de gimmick dat ze... Nou ja, het doet dingen. Nou, je weet wat je moet doen. Wacht, nou, ik volgens mij heb iets gemist. Nee, dit is een zijpad. Oh. Nou, je weet wat je moet doen. Oh. Dus ja, je ziet ook... Verdomme. Ja, Mick is moeilijk, hè? Oh, wat? Ja, we zijn net iets te traag. Wat we kunnen doen... Nee. Dus we hebben nog een mogelijkheid, dat is dit. Nou, doe maar weer. Je moet het maar weten. Mm-hmm. Dan ga jij maar rennen, ja? Ja. Oude Kirby games hadden dat niet. Daar was het al heel snel van... Oké. Daarna was je het... Oké, het is niet gelukt. Oké, jammer dan. Ja, precies. Nee, maar je hebt nog genoeg abilities die je nog niet hebt gezien. Oh, dan zijn er echt veel abilities. Mm-hmm. Dat is op zich wel leuk. Ja. Kirby 64, de Crystal Shards, had... de mogelijkheid dat je abilities kon combinen. Oké. Okay. Dus vuur en vuur, nou meer vuur. Vuur en elektriciteit had je een lightsaber. Ja, die game zat vol met referenties. Nou ja, en de nieuwe Kirby and the Forgotten World heeft de gimmick dat het
Dat je dingen kan upgraden. Dus een sterker zwaard, een sterker rebel. Die dingen. Net te laat. Nou, het is maar level up, dus ja. Dat is niet erg dat we die missen. Net zag ik net denk ik ook iets van vuist of zo. Ja, als je stilstaat. Ja. Nou, ik moet even op vastland komen hoor, één moment. Ik moet iets beter laten zien. Oké, sta stil en nu doen. Of net als je een bepaalde richting op gaat, heel kort en dan ding doen. Dus het is een beetje contextsensitief soms de knop die je hebt. Ja. Kan natuurlijk ook zijn, dus kinder naar boven B. Ja. Dus het is soms een beetje afhankelijk van welke dingen heb je. Dus niet iedere vaardigheid heeft maar één ding. Iedere vaardigheid heeft sowieso twee of drie extra dingen die het kan doen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, ik heb dit. Gewoon. Omdat het praktisch is. Nou. Wee! Oké. Oh. Nou, ik zou zeggen, sla je slag. Nu heb jij een lichtkogel. Nou, en wat doet lichtkogel? Welkom bij de vuurwerkshow. Hey, de vuur is gestresst. Ja. Dus ja, zo zie je maar niet iedere ability is gewoon spam maar een knop. Sommige is ook echt dingen controleren. Maar het zijn wel leuke dingen om mee te handelen. Oké, nee. Oké, die ticket nog even pakken. Wat is dat voor ticket dan? Tickets zijn voor Magaloor's Circus. Dus voor het attractiepark waar ze het over hadden. Oké. Ah. Blaas maar over kapot. Hey, we hebben weer een kloofje. Dus dan zie je iedere keer als je zo'n ding hebt, weet je, oké, er is ergens een kloof. Ja, oké. Hier. Hey, yadida, yadida, yadida. Yes, first. Ja, als je te dichtbij komt, kan je ook zien dat je dat andere ding nog terug kan pushen. Maar 9 van 10 keer is dat niet nodig. Nee. Nou, jij hebt je eerste keuze, wat wil je? Oké. Dan neem ik de parasol. Nou, we hebben onze grote vriend weer, Bolbomber. Nu is het vuurig. Ja. Ik denk het is een schild, maar het is geen schild. Ja, kom dan. Kijk eens wat handig. Hij was er nog niet echt veel moeilijker op geworden, zeg. Nee.
Oh, we hebben er een gemist. Ja, ah, nee, toch. Ik zei er op een gegeven moment al dat ik dacht van, volgens mij missen we hem. Yes. Kom hier. Oh. Delen we de AP weer. Oh. Want kijk, als je dicht bij elkaar staat en je hebt meer AP. Oh. Dit keer pakt hij misschien. Waarschijnlijk omdat je niet over hebt. Moeilijk. Oké. Okay. Ja, ik tik waarschijnlijk te snel. Nice. Ja, dan is Mekkelo weer zo vriendelijk om ons extra AP te geven. Gelijk heeft hij. Zoals het hoort. Yep. Zie je, nu heb je dat magische Magoland, omdat we zo'n ticket hebben. Aha. Okay. Wat dat ding is, ik heb geen idee, maar... Hier is Rocky. Ja, want Rocky doet. Ja, je ziet ook wel dat Rocky heeft een paar dingen waar hij goed in is, maar... Nou, wacht even. Nou, dat wordt het dus niet. Banzai! Nice. Even kijken, wat hebben we hier? Een ticket. Dus I've got a golden ticket. Weer toevallig sharp. Ja. Oké. Okay. Wat hebben wij hier? Een ster. Nog een ster. Gebak. Lekker bezig. Even kijken hoor. Oké, okay, dat ding weigert gewoon, oké. Okay. Oké, okay, prima, wordt er maar niet opgezogen. Oh, die wil ik hebben. Tornado. What the fuck? Zij toch, er zijn heel veel vaardigheden. Ja. En Tornado is wel een van de vind ik wel een van de leukste, want je letterlijk gewoon dit kan doen. Whee! Oh nee, ja, wow. Snel pakken. Oh, ja, prima. Oh. Oh nee, never mind. Let's go! Oh, die wil je hebben. High jump. Dus inhouden, opbouwen en dan springen we al. Hoe hou je hem in dan? Gewoon B inhouden. Dat spring je natuurlijk uit. Ja. Dan voor die pauze is het beter. Nee, dat kan je kan ook, als je zou willen, kan je ook mashen. Oh, oké. Okay. Dit is boomerang en de andere is vuur. Post bezorgen, Milan. Dat ben ik wel, ja. Koning Do van Doremi. Ja, ik kan weer je favorieten pakken.
Eind. Dus we hebben heel veel Donkey Kong Country gewonnen. Ja. Lekker bezig. Hoppakee. Ja, sorry, ik ben speler 1, dus ik ben belangrijk. Ja, dat geeft niet. Alsof ik het wist. Ja. Wist het niet, maar... Nee. Oh ja, je gaat mijn kant op. Even wachten. Wee, 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 wee. En naast het einde. Maar we kunnen ook nog even naar links. Geheime ticket. Door de bergen. Geheime, 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 geheime ticket. En weet je wat er met tijd is? Nou. Tijd om af te sluiten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag de volgende keer weer. Adios.